Ik zit naar een programma te kijken voor de rechter op RTL 5. Nou, ik vind het, mensen krijgen een straf, een schikking. En dan nog zijn ze overtuigd dat ze iets mildere straf moeten krijgen. Ja, ze rijden 50 kilometer te hard, want anders worden ze misschien ontslagen bij hun baas, omdat ze te laat op hun werk komen. Ze hebben iets te veel gedronken en toch gaan ze in de auto stappen. Ja, omdat ze zenuwachtig zijn. Sorry hoor. Een rechter, het Openbaar Ministerie, krijgt 10.000 verhalen per jaar te horen. Van dat is het onzin. Ik vind dat elke crimineel, en ik vind het als je 150 rijdt waar je 100 mag rijden, ben je inderdaad een crimineel. Want dat jouw baas het vervelend vindt dat je te laat komt, dan kun je andere mensen niet in gevaar brengen met je hard rijden, want je kan iemand doodrijden. Klaar. Ja, ik ben heel streek in hoor. Daar hou ik echt niet van. Ik vind op een gegeven moment, je moet de wet kennen. Klaar. En ik vind op een gegeven moment voor de rechter, zit iedereen. De mens wil alleen maar een mindere straf. Dat is het. En ze lopen nog net niet te janken. En ik heb respect voor de rechters hoor. Gewoon volhouden. Ben je fout. Ja? Gewoon de bias, taakstraf, maakt niet uit. Fout is fout. En er zijn ook mensen die in bepaalde situaties terechtkomen waar ze niks aan kunnen doen. En die op een gegeven moment moet je gewoon vrijspreken. Dat is mijn oordeel.